Goedenavond, het nieuws van zondag 11 november. Nederlandse gijzelaars in Bagdad vragen dringend om vrijlating. Avondklok in twee zwarte woonwijken bij Johannesburg. Prins Willem-Alexander te gast bij de kroning van de keizer van Japan. Per open brief hebben de Nederlandse gijzelaars in Bagdad zich beklaagd bij de Nederlandse regering en het parlement. Ze vinden dat Nederland veel te weinig doet om hen vrij te krijgen. Ze zien anderen vertrekken en voelen zich achtergesteld. In Bagdad werd de open brief getoond en door een van de gijzelaars voorgelezen. Wij zijn van mening dat u als leiders en vertegenwoordigers van het Nederlandse volk de plicht heeft om de Nederlandse burgers te beschermen met alle middelen die daarvoor te uw beschikking staan. Wij vinden dat het absoluut niet zo kan zijn dat u Nederlanders kunt opofferen voor enige politieke doelstelling. Te meer nu al twee EEG-landen hun burgers hebben kunnen thuisbrengen vanuit Irak. De starre houding van de Nederlandse regering lijkt onder de huidige omstandigheden alleen te leiden tot verlenging van onze gijzeling en mogelijk zelfs tot het in gevaar brengen van onze levens. De gijzelaars voelen zich door de Nederlandse regering in de steek gelaten. Ze wijzen op de universele verklaring van de rechten van de mens die zegt dat iedereen het recht heeft om zijn land te verlaten of daarnaar terug te keren. Het ongeduld groeit bij de Nederlanders in Bagdad en de angst. Ik voel me erg bang en ik voel me erg ongerust. We zijn hier al 3 maanden. Ik heb dus het gevoel dat er veel te weinig gedaan wordt uit Holland vandaan om ons hier uit te krijgen. En mijn familie voelt eigenlijk ook heel onzeker. Hoe langer ik in feite hier ben, hoe meer dat ik eigenlijk van mijn studie zal missen. En dat betekent ook in feite het einde van dit jaar van mijn examen. Vlak voordat het hele gebeuren losging in Kuwait, ben ik net vader geworden. Dus mijn zoontje is nu net 3 maanden oud. En sindsdien ben ik ook werkeloos. Dus ik maak me wel ongerust over mijn familie en van wat er moet gebeuren. Ja, voor mij is het zo dat ik mijn baan in Kuwait kwijt ben. Ik kan een tweede aanbod voor als ik hier op tijd uit zou komen. Dat aanbod heb ik in principe al gemist. Ook sinds 2 augustus werkeloos, geen inkomsten. Uit Den Haag duurt het allemaal erg lang. Het blijkt dat er in no time een redelijk bedrag vrijgemaakt kan worden voor vluchtelingen in Jemen. Vraag ik mij dus af, zijn wij dan soms geen vluchtelingen? Kan er niet iets voor ons sneller geregeld worden dan die 3,5 maand die we al wachten? Minister Van den Broek gaat naar EG-beraad, waar de gijzelaarskwestie aan de orde komt. Maar voorlopig wordt het Nederlandse standpunt niet gewijzigd. Wordt het praten of vechten in de Golf? Dat is de vraag. Vandaag waren er 2 oproepen voor onderhandelen. De Marokkaanse koning Hassan wil deze week een nieuwe Arabische top houden. En ook de Iraakse president Saddam Hussein heeft gezegd dat hij een dialoog wil, mits het Palestijnse vraagstuk ook aan de orde komt. Hussein zei dit tijdens een interview voor de Britse televisie. Op de vraag of hij bereid was zijn leger terug te trekken uit Kuwait, zei Hussein: We are ready to enter into a deep dialogue as to the requirements for security in our region. We are confident that these parties will reach serious and deep solutions to all the issues, in the forefront of which will be the Palestinian question. De Marokkaanse koning Hassan wil snel een Arabische top, omdat een mensonterende oorlog tussen de Arabieren naderbij komt, zo zei hij. De top ziet hij als een laatste strohalm voor een vreedzame oplossing. In 2 zwarte woonwijken bij Johannesburg is een avondklok ingesteld. De Zuid-Afrikaanse regering besloot daartoe nadat gisteren tijdens ernstige onlusten tussen politie en zwarten 2 jongens om het leven kwamen en zeker 25 mensen gewond raakten. Nadat er al meer dan een jaar lang niet voor elektriciteit betaald werd, oorspronkelijk een anti-apartheidsactie, besloot de Zwarte Gemeenteraad, nu diep in de schuld, het licht letterlijk uit te doen. In zwarte voorsteden rond Johannesburg en omliggende plaatsen werden de afgelopen maanden dezelfde stappen uit overheidskant genomen. Evenals daar liep het ook hier in Attridgeville en Soulsville uit op geweld. Een winkel, bussen en vrachtwagens werden in brand gestoken. Ondanks de gevechten met de politie in de straten werd al gauw door handige elektriciens
de stroom bij een aantal huizen weer aangesloten. Om het geweld te beteugelen heeft de politie vanochtend vroeg in deze twee voorsteden de avondklok uitgeroepen. Tussen 9 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends moet men thuis blijven. De avondklok werd in verschillende zwarte woonwijken de afgelopen 2 maanden ingevoerd en is in de meeste plaatsen ook weer opgeheven nadat het geweld grotendeels onder controle werd gebracht. Maar de avondklok onder politiebeheer is natuurlijk geen blijvende oplossing voor het probleem dat alleen tussen de bewoners en hun gemeenteraden beslist kan worden. De jacht in Groot-Brittannië op cellen van het verboden Ierse Republikeinse leger, de IRA, heeft geleid tot een wapenvondst en de arrestatie van een onbekend aantal personen. Omdat het vermoeden groot was dat bij het doorzoeken van 2 flats in Noord-Londen explosieven zouden worden gevonden, werden de 2000 omwonenden geëvacueerd en straten afgezet. In auto's die voor de appartementen geparkeerd stonden, werden 22 kilo explosieven, een hoeveelheid wapens en documenten gevonden. Hoewel de politie en de antiterreurbrigade niets willen bevestigen, gaat het waarschijnlijk om een IRA-cel die de laatste 2 jaar een reeks aanslagen in Groot-Brittannië heeft gepleegd. Hoogbezoek in Tokio. Daar arriveren tientallen staatshoofden en regeringsleiders voor de inhuldiging morgen van de nieuwe keizer van Japan, Akihito. Onder de gasten ook prins Willem-Alexander, die koningin Beatrix vertegenwoordigt. Met 37.000 man extra politie werkt Japan aan de grootste veiligheidsoperatie ooit. Toegerust met alle moderne communicatiemiddelen en wapens waakt de politie op ieder kruispunt van Tokio. Duidelijk zichtbaar vanaf de daken, vanuit de lucht en op de straten, waar auto's geheel willekeurig worden doorzocht. Zelfs de grachten rond het keizerlijk paleis blijven niet onbewaakt. De angst voor terreur door linksradicalen die afgelopen week bomaanslagen pleegden is groot. Om de militante extremisten af te schrikken demonstreren speciale veiligheidseenheden hier hun vaardigheden bij eventuele aanslagen tegen de keizer of de hoge gasten. De inhuldiging morgen in het keizerlijk paleis wordt mede daarom een sobere plechtigheid. De keizer is voor veel Japanners het symbool van eenheid. Al heeft de vorige keizer Hirohito na de oorlog afstand gedaan van de goddelijke status, ook zijn opvolger Akihito blijft boven het volk verheven. Maar met grote openheid wil de nieuwe keizer die afstand graag kleiner maken. Voor de inhuldiging worden inmiddels 158 staatshoofden en regeringsleiders verwacht. Prins Willem-Alexander is hier reeds aangekomen. Op luchthaven Haneda wachtte hem een sobere ontvangst door de Japanse prins Fumihito. De prins van Oranje blijft hier een week en zal na de plechtigheden rond de inhuldiging doorreizen naar Nagasaki. Om daar terug te blikken op de Tweede Wereldoorlog en vooruit te kijken naar Holland Village, een groot toeristisch project in aanleg over Nederland. In Tokio bezocht prins Willem-Alexander het Tronhuis. Na de hindernis van een gesloten deur bewonderde hij dit huis van de toekomst, vol technische noviteiten. Geen openlijk enthousiasme bij de inhuldiging van de nieuwe keizer. De Japanners zijn weliswaar morgen vrij, maar beleven de historische gebeurtenissen op afstand. Op straat valt vooral het politieoptreden op. Maar dat zelfs 90 miljoen gulden aan veiligheidsmaatregelen geen garantie biedt, bleek tijdens de demonstratie van de veiligheidsagenten. Het weer tot besluit. Veel bewolking, vannacht mogelijk een bui. In de nacht en ochtend is er plaatselijk mist. De temperatuur is zo'n 8 graden. Morgen kan het later af en toe wat regenen. Het wordt een graad of 11 en de zuidenwind is zwak tot matig. En dan de vooruitzichten. Veel bewolking, 's nachts en 's ochtends kans op mist en woensdag kans op regen. De middagtemperaturen zijn zo'n 11 graden. Dit was het 8 uur journaal. Het volgende journaal is om 10 uur. Een prettige zondagavond verder.